denk dat het een gouden formule is om via een vacaturecafé de persoon achter de cv te leren kennen. En niet alleen maar op basis van papier te beoordelen of iemand geschikt is voor jouw bedrijf, ja of nee. Vanuit de gemeente vinden wij het heel belangrijk dat iedereen die kan werken ook een betaalde baan kan vinden ergens. En dat het ook een baan is die bij hem of haar past. En het vacaturecafé is ook voor de werknemer, naast de werkgever, een heel belangrijk middel daarbij. Nou, als schoonmaakbedrijf sterk groeiend zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd om nieuwe mensen te spreken die een goede aanvulling op ons personeelbestand kunnen zijn. Vandaar dat wij eigenlijk altijd wel geïnteresseerd zijn om geschikte kandidaten te spreken. Vaker krijgen wij ook vacatures binnen of cv's binnen van mensen die zeggen dat ze graag bij ons willen werken. Aan de hand van dat cv kunnen wij niet echt beoordelen of iemand echt geschikt is. En door persoonlijk contact krijg je een beter gevoel bij de mensen achter het cv. De meerwaarde van de deelname aan het vacaturecafé is voor ons heel duidelijk. En die telen heb ik daar gesproken en leren kennen als een geschikte kandidaat. Twee dagen in de week gingen wij naar de AC toe. Ging Joost ons dingen leren wat wij nodig zouden hebben in de schoonmaak. Een raam wassen, een vloer dweilen, gewoon de reguliere schoonmaak. En na verloop van tijd zijn we ook de praktijk ingegaan. Dus dat we een paar dagen in de week bij schoonmaakbedrijf Lutgens met verschillende collega's meegingen. Het beval mij tot nu toe heel erg goed. Het is alleen, het is ontzettend druk. Zeker in deze periode. Ik heb mijn eigen werk, zijnde het Levi's, de kledingwinkels in Nederland, waar ik heen moet. Ofwel eens, ofwel twee dagen in de week. En ik ben huismeester van verschillende panden in Eindhoven. Voor diegenen die nou op zoek zijn naar werk, ik zou zeker een keer naar een vacaturecafé gaan. Zoveel mogelijkheden, er zijn uitzendbureaus, er zijn werkgevers die op zoek zijn naar parttimers, naar fulltimers. Zeker een keer gaan kijken, want de kans is groot dat je daar een nieuwe baan vindt.